Bij het Onze Lieve Vrouwengilde in Aarle-Riksel vond zondag het koningsschieten plaats. Dat gebeurt om de 3 jaar. 8 schutters namen hieraan deel. Na de gebruikelijke symbolische handelingen kon het schieten beginnen. Na het 65e schot, dat werd gelost door Kelly Gruiters, kwam de vogel naar beneden. De versierselen werden hem opgehangen door vader Jos Gruiters. Ja, het zou koningsschieten zijn. Het is koningsschieten. We hebben geluk gehad dat we toestemming hebben gekregen van de gemeente. We hebben allerlei vergunningen aan moeten vragen. We hebben ook een coronaplan in moeten dienen. En het eerste plan werd afgekeurd. We hadden te veel gewone tafels staan, hangtafels zonder krukken. De afstand, noem maar op. Voldoende posters. Er zitten heel veel regeltjes aan. En we moeten natuurlijk die 1,5 meter gewoon handhaven. En gewoon die normen en waarden allemaal echt op waarde schatten. Want het is gewoon heel belangrijk. Dat hier op het terrein natuurlijk niemand ziek wordt tijdens zo'n evenement. Ja, uiteindelijk aan alle regels voldaan. Een beetje de bibbers gehad. Afgelopen week nog kwam minister Rutte om de maatregelen aan te scherpen. Maar als ik dan op het terrein krijg, hier is ruimte voor 1000 mensen. Voor 1,50 meter afstand. Ja, dat klopt. Maar we hebben dus het koningsschieten. En het koningsschieten is altijd hier met in ieder geval 1000 mensen veel. Maar 200-300 man op het terrein. Als we het gewoon een gildeweekend hebben, hè, voorheen de kermisdagen. Wat heeft veranderd naar een gildeweekend. En natuurlijk hè, met de uitspraken van meneer Rutte. Die zijn voor ons in ieder geval niet verder nadelig uitgevallen. Dat er vandaag geen doorgang kon vinden. Maar het was natuurlijk wel, afgelopen dinsdag was het als ik me niet vergis, dat die bespreking is geweest. Maar goed, we mochten het allemaal door laten gaan. De gemeente heeft ons toestemming verleend met hetgene wat we aangevraagd hebben om vandaag te mogen schieten, mits we aan de regels voldoen. Ja. En daarom hebben we overal posters opgehangen, pijlen, welke looprichting, noem maar op. Bijna 50 jaar lid van Onze Lieve Vrouwengilde. Ja. Over 3 weken, hè? Ja. En 1 keer, dat was jouw wens, ik wil 1 keer koning worden. Ja, 1 keer koning, geloof ik zo. En dat ging 3 jaar heel raar, hè? Want toen werd je gebeld door Jof van den Heuvel. Ja, toen was ik op vakantie in Limburg en toen belde Jos op of ik misschien toch mee wil schieten. Hij zei, ik kom, ik schiet mee. Ja, en hij schiet mee. Ik kan me en dan word ik koning. Ja, ik schiet, je schoot mee. Ik kan me nog herinneren de vreugde. Ja, de waterlanders liepen over jouw gezicht, hè? Ja. Dat was jouw wens, hè? Ja, in een keer moest. In een keer moest. Dan ben je 3 jaar koning geweest. 3 jaar met bijzonder veel activiteit. Laatste jaar minder activiteit. Ja. Toch besluit genomen, ik schiet niet meer mee. Ik wil geen prolongatie van mijn titel. Nee, want ik kan het lichamelijk niet aan. Gewoon met mijn benen niet. En dat ging niet meer. Nee, jij weet hoeveel plichting, want waarvoor verplichting heeft een koning? Ja, alle recepties, alle begrafenissen. Als er ergens iets te doen is, dan moet rennen. Ja, ik heb 12 jaar geleden ook al eens meegeschoten. Toen kon ik de jongste koning aller tijden worden in ons bijna 700-jarig bestaan. Toen is het niet gelukt. Nu 12 jaar later, ik heb gewoon de vastigheid inmiddels in mijn leven. Ik ben, moet ik even denken, 21 jaar lid momenteel. Dus het gilde is inmiddels onderdeel van mijn leven geworden, kan je bijna zeggen. En ik vond het tijd nu rijp hoor om weer eens mee te doen. En als je hem er dan gewoon meteen afschiet, ja, is dat prachtig. Ja, dat is zeker apart. Je stond een beetje met knik in de knieën, want voor je Henk van der Velden herkende schutter. Gerard Maas of een erkende schutter. En hij kon elk moment vallen. Het was nog een hele grote vogel, maar hij stond op wankelen. Dat klopt. Ik heb ook wel wat ervaring met schieten. Ook al doe ik niet competities mee. Maar ik weet van mezelf wel dat ik het kan. En ik weet redelijk waar ik ze moet raken. Ja, ik raak hem op de goede plek. In eerste instantie leek het alsof hij nog op de spil bleef hangen.
Dus ja, ik wou al bijna weg te lopen en in één keer, ja, hij draait nog net iets verder door en ja, dan valt hij.